Welkom bij In Gesprek met op Gooi TV. Vandaag de gast, wethouder Jorrit Eibersen. Welkom. Dankjewel, Jasmine. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat goed. Ja? Ja, en ook leuk jou vandaag voor de eerste keer te ontmoeten. Ja, het is de eerste keer, hè? Mijn collega's die waren buitengewoon enthousiast over. Nou, wat goed om te horen. We gaan het vandaag over een aantal dingen hebben waar het college op dit moment druk mee is. Zeker. Maar ik dacht te beginnen met de Amsterdamse Poortbrug. Met het oog ook op het lekkere zomervaarseizoen, hopelijk. Want het college heeft besloten om de Amsterdamse Poortbrug in Muiden de openingstijden daarvan te verruimen. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. 2 à 3 keer per uur. En ik begrijp dat daar nog wel wat ophef, als ik het zo mag noemen, over was. Kunt u dat misschien toelichten, hoe dat proces is gegaan de afgelopen weken? Ja, dat doe ik heel graag. Want we zien dat er steeds meer mensen gaan wonen op de Krijgsman. Ja. En dat die mensen ook deze zomer hoogstwaarschijnlijk gaan varen met bootjes. Ja, dat is een nieuwbouwwijk, hè? Dat is een nieuwbouwwijk. Ja. En dat zijn er aan het begin nog helemaal niet zoveel. Dat zijn er ongeveer 10, misschien 12 extra per dag. Okay. En het is wel belangrijk dat die bootjes natuurlijk naar de Vecht kunnen. En eventueel ook naar het IJmeer kunnen. Om daar te kunnen varen. Ja. En we hebben bedacht dat we op een hele zorgvuldige manier willen omgaan. Om die bereikbaarheid voor die boten te verbeteren. Maar ook de bereikbaarheid voor de stad zo goed mogelijk te houden. En daar speelt ook bij dat we veiligheid belangrijk vinden. De hulpdiensten moeten erbij kunnen komen. En er moet ook voor zorgen dat de leefbaarheid in het stadje zelf natuurlijk overeind blijft. En we hebben geprobeerd samen met de nieuwe bewoners, met de oude bewoners en met de professionals te kijken wat nou een goed afgewogen voorstel is. Okay. En wij zijn ervan overtuigd dat dit voorstel een afgewogen voorstel is. Niet alleen omdat we alles in kaart gebracht hebben, mm-hmm. met allerlei professionals. En dan heeft u het over de verkeerssituatie. Maar de ook over, ja, over de drukte. Ja. Maar ook als het gaat over de veiligheidsdiensten. En ook als het gaat over de ondernemers in het gebied. En die moeten natuurlijk aan de ene kant profijt hebben van het feit dat er gevaren kan worden. Mm-hmm. Maar dat moet aan de andere kant ook niet ten koste gaan van die leefbaarheid. Ja. En daarom hebben we gekeken van ja, wat is nou een voorstel dat daar het beste aan tegemoet komt. En wij als college hebben gemeend dat dit daar een goed voorstel voor is. Okay. Eén ding wel bij aangeven. En dat is dat we het heel belangrijk vinden om dit ook in de gaten te blijven houden. Ja. Dus als er straks nou blijkt dat het iets te veel overlast geeft of dat het niet goed gaat, dan kunnen we bijsturen. Okay. En daarvoor hebben we ook afgesproken dat we met een werkgroep één keer per, ik geloof 2 maanden of één keer per maand, dat we ook met elkaar even de koppen bij elkaar steken om te kijken of het inderdaad nog voldoet aan de uitgangspunten van bereikbaar, veilig en leefbaar. Ja, want ik begrijp ook dat er wordt dus om de 4 weken gemonitord, wat u al zegt, om een vinger aan de pols te houden. En nu staat er ook bij, in ook wat het college uiteindelijk heeft bepaald, dat wanneer de feitelijke situatie ongunstiger uitpakt dan verwacht, dat er dan een passende oplossing komt. Wat is eigenlijk concreet een feitelijke situatie die ongunstig uitpakt? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wanneer moet er bijgestuurd worden? Nou, bijvoorbeeld als blijkt dat er veel meer dan 10 bootjes per dag komen. Ja. Dus als er nou 100 bootjes per dag komen, ja, dan hebben we natuurlijk een hele andere situatie. Dus dat zou een novum kunnen zijn. We verwachten dat niet. He, comfort, alles wat uitgezocht is door professionals, lijkt het erop dat dit hartstikke goed kan. Mm-hmm. En tot weinig overlast zal zorgen, ook in Muiden. En tegelijkertijd er wel voor zorgt dat de bootjes richting de Vecht kunnen. Maar goed, vinden het wel belangrijk om ook te kijken of datgene wat bedacht is ook in de praktijk zo uitpakt. Ja. En ik ben ook heel blij met het feit dat er bijvoorbeeld brugwachters zijn die dat nu ook al doen, hè, bij de sluis. Die houden we dat ook in de gaten. Die doen de sluis ook open op het moment dat zij inschatten dat dat op een goede manier kan en op een veilige manier kan. Ja. En wanneer zij bijvoorbeeld aangeven van de vesting raakt te druk, er komen onveilige situaties of mensen staan zo lang voor de brug te wachten dat het niet meer kan, dan komen ze bij u en dan gaat er iets veranderen. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Verder wordt er ook gezocht naar een structurele oplossing. Want er komen natuurlijk steeds meer bewoners bij de Krijgsman bij. Ja. Steeds meer bootjes bij. Wat u al zegt, straks zijn het misschien wel 100 bootjes. Die kans bestaat. Wat zou voor u een structurele oplossing zijn? Ja, daar zijn we nu over aan het nadenken. En daar zijn we ook geld voor proberen bij elkaar te krijgen. Niet vanuit de gemeente, maar ook van andere partijen. Nou, ik denk dat ik daar binnenkort goed nieuws over heb. Okay. En dan gaan we kijken of we de brug dusdanig hoog kunnen maken dat je met een sloep er gewoon onderdoor kan varen. En ja, dat het niet meer nodig is dat de brug steeds open gaat, maar dat je dus er gewoon onderdoor kan varen. Ja, want dat kan nu niet op dit moment. Dat kan nu niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. Je kan er zwemmend onderdoor.
Misschien een surfplank, okay. Maar daar houdt het ook wel mee op. Want het is echt een brug die nou, ongeveer zo dicht op het water ligt. Dus daar kan je niet met een bootje onderdoor. Nee, nee. Oké. Okay. Dus binnenkort meer daarover? Binnenkort meer daarover in dit theater. Oké. Okay. dan gaan we door naar het bestemmingsplan van buurtschap Krailo. Het gebied tussen gemeente Laren, Hilversum en Gooise Meren. Want dat ligt deze week voor aan de gemeenteraad. Ja. Even voor de mensen die niet weten wat daar speelt. Het is het voormalig defensieterrein langs de A1. Ja. En dat is in 2017 gezamenlijk gekocht door gemeente Hilversum, Laren en Gooise Meren om dat te gaan ontwikkelen. Wat is het plan wat nu voor ligt, het bestemmingsplan? Wat staat daarin? Nou, in het bestemmingsplan dat gaat eigenlijk over 3 gemeentes. Dat maakt het heel bijzonder dat wij met 3 gemeentes samen dit doen. En dat we elkaar ook nog steeds vasthouden. En dat is hier in het Gooi best bijzonder. Ja, is dat zo? Nou, de koppers staan dezelfde kant op en we doen het allemaal in Pais en Vree. En daar ben ik best trots op. Maar het plan is heel simpel. Mm-hmm. Er zit een geweldig mooi gebied daar. Natuur. Ja. We gaan de natuurwaarde daar versterken. Maar tegelijkertijd gaan we kijken of we daar ook 590 woningen kunnen bouwen. En 5 hectare bedrijvigheid kunnen realiseren. Okay. En dat hebben we al met de raad een keer besproken in een stedenbouwkundig en landschapsplan. En dit is eigenlijk de invulling daarvan. En dan zie je dus dat er op het hele terrein ook in een bestemmingsplan wordt vastgelegd dat die ambities die we ooit hebben, dat we die ook echt waar gaan maken. En dat is best bijzonder, ja. Want er zit een stevige ambitie op en het lijkt allemaal te lukken. En het levert ook nog een positieve bijdrage op voor onze begroting. Dus we leveren er niet veel op in. Dus daar ben ik heel blij mee en heel trots op. Ja, en nu begrijp ik dat niet alleen bij Gooise Meren dit bestemmingsplan voor ligt, maar dat moet bij alle 3 de gemeentes moet dat goedgekeurd worden door de raad. Is dat iets wat dit project lastig maakt? Of? Ja, dat maakt het wel ingewikkeld in de zin van dat je wel ervoor moet zorgen dat je alles goed op elkaar afstemt. Mm-hmm. Maar tot dusver is dat heel goed gelukt. Ook mijn complimenten voor de raadsleden uit de 3 gemeentes die elkaar heel goed weten te vinden en op een hele constructieve manier het plan verder brengen. Mm-hmm. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Maar ja, het is allemaal wat minder makkelijk dan als je het gewoon als gemeente alleen doet. Ja. Maar het mooie van dit plan is natuurlijk wel dat je het hebt over een gemeenschappelijk beeld van waar je naartoe wil. Maar dat uiteindelijk de Raad van Gooise Meren verantwoordelijk is voor het bestemmingsplan dat op het gebied van Gooise Meren zelf is. En de Raad van Hilversum op Hilversums grondgebied. Maar uiteindelijk moet het als een puzzelstukje in elkaar passen. Ja. Wat grappig hoe dat dan zo werkt en samenkomt, vind ik. Ja, is heel leuk. Ik vroeg me nog af, dan is het straks door de Raad, deze week hopelijk. Hoe dan verder? Wanneer worden er nou echt palen de grond in gezet, zeg maar, en wordt er gebouwd? Of ligt er nog heel veel besluitvorming aan vooraf? Nou, het bestemmingsplan moet eerst worden vastgesteld. Mm-hmm. Nou, dan kunnen mensen daar nog beroep en bezwaar tegen aantekenen. Dus het hangt er een beetje vanaf of er mensen naar de Raad van State gaan en wat dan de uitspraak is. Maar in de tussentijd gaan wij niet stilzitten en denken we natuurlijk wel na over hoe we die kwaliteit zo hoog mogelijk kunnen maken in dit gebied. En daar hebben we een ontwikkelstrategie voor bedacht. Okay. En daar zullen we zo snel mogelijk, zal ook dan echt daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd worden. Okay. En gaan wij daar met de spade, met de hand aan de ploeg natuurlijk bouwen. Maar dan moeten we wel wachten tot er een besluit is dat definitief is. Ja. En wanneer dat is, weet ik niet. Ik ben geen voorspeller. Nee. Oké. Okay. Dan gaan we door. Ga ik het toch nog even hebben over corona, helaas. Want het is nog steeds natuurlijk aan de orde van de dag. De gemeente Gooise Meren heeft extra coronasteun beschikbaar gesteld. Ik zal het even kort toelichten wat ik heb begrepen. Ondernemers in de verschillende kernen die worden gesteund in deze moeilijke tijd. De kern van Bussum hoeft geen reclamebelasting te betalen. Er is terrasverruiming mogelijk. En ook de kernen van Naarden, Muiden en Muidenberg worden gesteund door bloembakken te plaatsen. En daar had ik nog wel even een vraagteken achter. Wat is daar de reden van? Ik weet niet zo goed wat er nou met de bloembakken bedoeld wordt dan eigenlijk in alle eerlijkheid. Nee. Maar ik hoop dat het in ieder geval zorgt voor wat fleurigheid. Want ik ben vandaag ontzettend blij dat we zojuist het nieuws hebben gehad dat er inderdaad een versoepeling komt voor de maatregelen. En dat betekent dat er weer kansen zijn voor ondernemers om meer te ondernemen. Mm-hmm. En daar ben ik hartstikke blij om dat we weer vooruit kunnen kijken. Okay. En ik hoop ook dat alle ondernemers en maatschappelijke organisaties dat kunnen doen.
En tegelijkertijd zie ik wel dat er ontzettend veel leed is geweest. Mm-hmm. Bij ondernemers, maar ook bij mensen thuis. Ja. Ik heb het zelf thuis ook best wel eens lastig gevonden, moet ik zeggen, om alleen maar thuis te zitten. Mm-hmm. En ik ben heel blij met het feit dat, dat wij als gemeente in ieder geval een fonds ter beschikking hebben gesteld om dat leed zoveel mogelijk te verzachten. Ja. Dat zal nooit helemaal lukken. Maar ik vind het wel fijn dat we in ieder geval een steentje eraan kunnen bijdragen. En ik vind het ook heel mooi dat er maatschappelijke organisaties als Versa, mm-hmm. dat die ook hebben ingespeeld op de actualiteit en geprobeerd hebben zo dicht mogelijk bij onze inwoners te staan, ja. bij onze jongeren te staan. En geprobeerd hebben om hen in ieder geval ook door deze crisis te krijgen. En ja, want wat heeft Versa precies gedaan? Nou, Versa heeft meerdere projecten gestart om in ieder geval voor te zorgen dat het welzijn van de jeugd zo goed mogelijk is en blijft. Mm-hmm. En dat is natuurlijk best lastig. Ik heb thuis ook 3 kinderen. Mm-hmm. En die lopen af en toe ook met de ziel onder de arm. Die weten ook niet zo goed wat ze moeten en waar ze naartoe kunnen. Er was natuurlijk weinig mogelijk. Weinig sport of clubjes om naartoe te gaan. Ja. Absoluut. En gelukkig was de afgelopen periode was dat wat meer. Mm-hmm. Dat ze in ieder geval konden sporten. En dat ze ook af en toe naar een clubje konden. Al was het maar digitaal. Ja. Maar ik merk wel dat het een enorme impact heeft op mensen. En ik hoop ook dat we nu de zon weer gaat schijnen. Althans, dat valt nog een beetje tegen. Ja. Maar als de zon weer gaat schijnen, dat we dan ook weer dat letterlijk en figuurlijk is voor onze jeugd. Ja. En Versa Welzijn heeft daar dus meerdere projecten voor opgestart. Ja. Om hen ook wat te doen te geven in deze tijd. En ik geloof dat de gemeente hen ook nog een extra steentje bij gaat dragen, toch? Ja, morgen gaan we het daar hebben over in het college. Maar ik heb zomaar eens de indruk dat daar wel positief tegen aangekeken wordt. Want ik heb al gezien dat ze in ieder geval overal waar ze dachten dat ze een bijdrage konden leveren, hebben ze dat geprobeerd. En dat vind ik heel mooi, heel bijzonder. Want dit zijn wel tijden waarin je ziet dat als je naast elkaar staat en als je elkaar probeert te helpen, dat dat ook echt iets oplevert. En dat vind ik ook wel iets moois, dat ik dat zie om me heen, dat mensen elkaar echt ondersteunen. Ja. Ik gaf net aan bij jouw collega ook dat ik nog nooit zoveel uit eten ben geweest als in de afgelopen periode. En ik heb gemerkt dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Sinds de terrassen weer open zijn? Of, ik bedoel eigenlijk meer dat heel veel mensen ook in mijn omgeving, die zijn wat vaker iets te eten gaan halen, afhalen bij ondernemers, dan dat ze normaal gesproken misschien uit eten zijn gegaan. En ik vind dat ook een stukje solidariteit, die ik in ieder geval wel positief vind. Oké. En vandaar ook dat de gemeente zegt, we willen Versa misschien nog een extraatje geven. Zeker, maar ook de mensen die in de knel gekomen zijn als ondernemers, maar ook heel veel culturele instellingen, die proberen we zo goed als het gaat in ieder geval te ondersteunen. Ja. En dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we ook hulp van nodig voor de provincie. Ja. Daar hebben we hulp van nodig vanuit het Rijk. En ik probeer op die manier, proberen we echt op een goede manier invulling te geven aan de noden die geledigd moeten worden. Ja. En ik geloof dat er ook de tweede tranche coronasteun die nu aangevraagd kon worden, dat er nog ruimte in zit. Zeker. Wat gaat er mee gebeuren met het geld wat over is? Is dat nog beschikbaar voor mensen die op dit moment nog steun nodig willen? Dat zou heel goed kunnen. We gaan er morgen over praten in het college. En ik vind wel dat we ruimhartig moeten kijken naar de aanvragen. Dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. En als blijkt dat er nu straks in de toekomst nog meer organisaties of ondernemers zijn die iets nodig hebben, dan zullen we daar zeker naar kijken. Maar om dat nu heel concreet invulling te geven, dat kan ik niet. Maar ik roep wel de kijkers op dat als ze menen in aanmerking te komen voor die ondersteuning vanuit die coronagelden, dat ze zich melden bij ons. Ja. En even kort als afsluiting, wie zijn dat die zich mogen melden? Nou, iedereen die zich begeeft in ons maatschappelijk middenveld of ondernemer is, of op andere manieren in de knel is gekomen, die kan zich gewoon verstaan bij ons. En die kan zich melden bij ons. En dan kijken wij of we kunnen helpen en hoe we kunnen helpen. Oké. Dan sluiten we daarmee af. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. En nogmaals, ik hoop dat we een mooie zomer krijgen. Ja. En dat we inderdaad weer vooruit kunnen kijken. Want ik moet zeggen dat mijn hart wel een sprongetje maakte vandaag toen ik hoorde dat we wat meer kunnen versoepelen. Ja, en hopen dat het zo blijft ook. Dat hoop ik ook. Dank u wel. Dit was In Gesprek met wethouder Jorrit Ijversen. Over 2 weken ben ik er weer en dan met burgemeester Han ter Heegde. Ik wens u een hele fijne dag.